Vocês nem dane. Me dane. Me dane. Hier bij Jelle. Jezelf af. Ja, selfie time. Yes. Het is verschrikkelijk cool. Het is cool. Yo. Anders dus mag ik ze proeven? Nee, wacht nou eerst. Kom eens, kijk nou eerst. Kijk. Hier, kan je dit zien? Ja. Ja. So, hier is net een normale dinsdag in Pretoria. Eskom werk nie. En ons is net gauw gauw op pad om te gaan kuier by mense. Ons is onnou daar, ons moet mee draai. Is dit lekker? Wat die? Terug in Pretoria? Je maakt de best butternut soup in de wereld. Het is lekker om die mensen te zien. Ja, wat is het? Dat zit dan in jou kiep. Of met twee. En dan lijkt het altijd dezelfde. Maar het lijkt jezelf beter. En nou is het duidelijk. Beter. Of is... So, ik heb nou een bril gekry. En... Ik voel half blij. Maar ik voel ook niet blij nie. Want ik ga niet kan surf met hom nie. Maar ik ga een klomp ander gekry.
plek toe. Ons het amper wil ek sê behoefte om te gaan kyk wat daar aangaan. Daar is een paar goed wat ons denk ons daar binnen gesit het wat ons nodig het. En daar is baie goed daar binnen wat ons denk ons definitief nie meer nodig het nie. So, ons envision een uitsorteer sessie. Waar jy half uur vat om 2 kilometer te rij. Ziezo! Een van die stuurplekke langs aan gaan vraag of ons hom kan kry. Gaan nog een. 27, is dit toegestel? Ja, ek is lodder. En dan gaan ons so stuk vir stuk die stuur uitpak. En die goed wat ons wil hee, een kan sit en die goed wat ons nie wil hee nie, in die ander stuurplek sit. En dan hopelik sal iemand wat dit wil koop of vat, hopelik, en dan het ons minder stap. Maar ons het die krap met die dijk goed gesien, so is great, en ja, maar daar is baie dat ons nie hoef te hy nie. So Declan en Sharma, ek en papa het vandag na die stoorkamer toe gegaan. En ons het so 2 stoorkamers links van ons stoorkamer ene oopgekry. So morgenoggend gaan ons vroeg opstaan en ons gaan na ons stoorkamer toe gaan en ons gaan hom uitsorteer. Ok, wat moet ons doen? Julle gaan met help. Ja, ons gaan. So ons is nou by die storage plek. Dus nou is het 2 ure bezig al. Hoe is wat ons gaan uit? Hoe gaan ons weggooi? Hoe gaan ons saamvat? Don't think so. Hierdie gaan ons alles van ons slaar. Ons hoop maar eers op familie om te kom vat wat hulle wil hee. Oh.
Nou eet hom. So dit is wat ons aan die einde van die dag vermag het. En hier is alles wat ons wil weg gee of gooi of verkoop. So ons het toen nooit by die speelgoedbokse uitgekom nie. Hoekom nie, Pieter? Ach, want ons wil eintlik nie. Want anders gaan ons nog 'n trailer met sleep. En die kinders is hoopvolus te sentimenteel oor hulle goed. Ja nee. Declan veral. Declan, wat wil jy graag saam met ons gevat het? Alles. Ik denk die oplossing is eindelijk dat Declan moet sy lisensie kry, sy eie kar en sy eie sleepwaal kry. Ja, dis lekker. En dan gaan ons aan met ons roadtrip so, in twee karre. Alleen. Nee, alleen. Sonder hom. Hy is lelik met my. So vandag gaan ons kyk of ons al ons goed in ons sleepwaal kan inpas. Ons het nou ontslaag geraak van meeste van die goed. En ons gaan nou kyk hoeveel gaan inpas wat ons wil saamvat. So dit gaan interessant wees.